dat je kijkt naar Koken en Bakken met Talisha's Wereld. Vandaag gaan wij pannenkoeken maken. En niet zomaar pannenkoeken, wij gaan havermout pannenkoeken maken, want dat leek ons heel lekker. Dus kijken jullie vandaag mee met ons en naar onze bakkunsten. Als je de pannenkoeken zelf wil maken, dan staat hiernaast een boodschappenlijstje met wat je nodig hebt en wat voor spullen je nodig hebt. In de beschrijving staat ook het recept hoe je het moet maken. En dan komt het allemaal goed. Zoals jullie hier zien, hebben wij al de ingrediënten klaargezet. We hebben bijvoorbeeld 200 ml melk nodig. 2 eieren. 3, want Jim heeft er net eentje laten vallen. Of ja, niet laten vallen, maar hij kneep hem per ongeluk fijn. Ja, dus, Hier hebben we ei. Het is al goed. Ziet aan mijn hoofd. We hebben hier, we hebben hier een lijstje met wat allemaal. We hebben hier 100 gram havermout. 1,5 lepel, theelepel zout. Voor eventueel nog wat hebben wij nog wat bloem. Natuurlijk een mengkom. En om te roeren een garde. Voor mezelf, of voor Jim misschien ook, heb ik nog wat lekker rood fruit. Heerlijk. Maar we hebben natuurlijk ook poedersuiker of stroop. Kun je er allemaal lekker op doen. Kom, we gaan beginnen! Yay! We hebben er zin in. Pannenkoeken. Doe de havermout in de kom. Oh nou. De zout. Het is toch zout? Ja. Pannenkoeken. Doe de eieren en de melk hierbij. Eerst de melk. Ja, hoeveel eieren? Ja, alle drie. Alle drie? Dus dan moet je ze even losmaken. Dan gaan we hoor. Nou, leuk hè. Jim gaat koken hoor, mensen. Kijk, hij gaat het eitje. Dat doe je namelijk. Zo. Tadaa. Oh. Ja, dat gaat niet goed. Wacht even hoor. Dat gaat toch wel goed, joh. Ja, het zit er allemaal naast. Ja, nou en? En ik krijg hem niet open meer. Zonder schil. Vlieg er wel weer in. Vlieg er maar in. Oh, dat velletje is heel hard. Dus, ja. Nou ja, we maken hem gewoon helemaal open. Nou, wat is dit? Ja, dat is... Leg het even hiernaast. Nou, doe jij het andere eitje maken? Ik doe het andere eitje. Ja, maar dat deed ik, hè? Maar dat ging niet goed. Oh ja, wij hebben van tevoren hier al onze handen gewassen, dus maak je geen zorgen. Komt ie. Ja, hé, goed zo! Ook maar in de kom. Je staat voor mijn beeld. Oh, sorry. Ik doe het in de kom. Hij doet het in de kom. Tadaa! Daarna gaan wij roeren. Heel hard. Het is eigenlijk voor jou, hè? Roeren, want je ziet hoe je bezig bent. Eerst roeren niet te hard. Anders pak je je pijl. Roeren, kom op. Ja, dat zie je toch wel. Eerst roeren. Lieberen, want je weet het niet meer goed. Roeren, luister goed naar wat ik je zeg. Blijf roeren, roeren, roeren. En de tijd is om. Voor als je afvraagt welke havermout je kan pakken, wij hebben nou Britta havermout. Dus ja, deze hebben wij dus. Ik heb trouwens nog nooit havermout van de koeken op. Ik ook niet. Ben... Oh, jij ook niet. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe het smaakt. Dit is weer eens wat nieuws. Als je nog gezonder wil maken, dan kun je ook amandelmelk of kokosmelk of andere melk gebruiken. Maar wij hebben gewoon melk gebruikt. Wel, maar. Nou, inmiddels hebben we het beslag even laten rusten. Roer het nou nog heel even goed door. Dan gaan we zo de pannenkoeken bakken. Kom jij ook eventjes? Want je hebt alweer gerust. Ik was wel aan het rusten. Ik ben er al. Zet het gas aan. Of ja, niet het gas nu, maar zet de kookplaat aan. Dit is elektrisch koken, toch? Het is, ja, inductie, zeg maar. Induction. Je doet koken in de pan. De eerste pannenkoek mislukt altijd, dus ik doe het. Een bord voor het omdraaien, want Jim heeft geen deksel. Dan kun je, als je ook geen deksel thuis hebt, kun je het met een bord doen. Nog een tip is, wij bakken nou pannenkoeken achter elkaar. Dus leggen we het op een bord en dan doen we daar nog een bord erop, zodat het een beetje warm blijft. En dan doen we het even in de magnetron en dan kunnen we samen eten in plaats van om en om eten. Want samen eten is altijd een stuk gezelliger. En niet voor de tv. Ja.
Sorry hoor. Ik weet ook niet wat Jim deed, maar hij maakte hier alles vies. Ik ging even iets mis. Doe even af de vloer. Oh, je ziet nog niet. Oh. Hier zit alles onder. Ik ga nu de eerste pannenkoek maken, terwijl Jim eventjes alles aan het poetsen is. Want je zag al wat er net gebeurde. Nou, de eerste kleine pannenkoekje zit erin. We kunnen denk ik wel 4 maken of zo. Dus, ik ben benieuwd hoe die gaat worden. Ik kan het alleen niet zo, zeg maar zo. Bloep, 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 bloep. Dat kan ik niet. Je weet wel, zo de pannenkoek zo bloep. Omdraaien met de pan. Dat kan ik niet. Nou, de eerste pannenkoek is klaar. Ik ben er heel tevreden mee, want ze zeggen altijd van de eerste pannenkoek mislukt. Maar deze is gewoon picobello. Dus we gaan hem zo eten. We gaan eerst nog even de andere pannenkoeken maken. En dan lekker smullen. Zei je dat we gingen eten? Ja, dadelijk pas. Niet zo. Ja, ga maar weer. Ja, de laatste pannenkoek die zit er nu in. En daarna gaan wij lekker smullen. In totaal hebben wij met dat recept wat er hier naast komt te liggen, hebben wij 4 pannenkoeken gemaakt. Dus als je het recept wil verdubbelen, dan verdubbel je gewoon eigenlijk de ingrediënten. Dan heb je voor 8 pannenkoeken. Hij is bijna klaar. Ik heb honger. Ik ook. Kijk eens hoe mooi die is. Mooi, hè? Zie je het niet? Eten. Gaan we eten? We gaan nu lekker de pannenkoeken opeten. Ik heb er echt veel zin in, want ze ruiken ook echt heel lekker. Dus ik pak een lekkere pannenkoek. Ik heb een pannenkoek met rood fruit. Ja, het rode zie je eigenlijk niet, maar het is rood fruit. Met frambozen, bramen, blauwe bessen, rode besjes. En dan heb ik er nog wat poedersuiker en onder heb ik nog wat agavestroop. En Jim heeft agavestroop met poedersuiker. Ja, lekker. Ja. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Nou, daar gaan we hoor. Lekker. Mm. En? Lekker? Lekker hè? Ja. Hij is echt lekker. Hij proeft ook gewoon een pannenkoek eigenlijk. Dus geslaagd. Wat vind jij ervan? Ik heb nog niet geproefd. Oh, nou, proef dan. Heb iemand. Het maakt gewoon hartstikke lekker. Ja. Ik proef geen verschil eigenlijk met gewone pannen. Nee, ik ook niet. Ja, lekker. Dit is gezonder, toch? Ja, dit is mijn havermout. Ja. Dus het is een aanrader. Ja, aanrader, zeker. Lekker. De pannenkoeken waren echt lekker. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke video's. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te delen, zodat we overal in de wereld, Tanisha's wereld, bereikbaar zijn.